Rutte heeft nu verklaard, begreep ik, dat hij het liefst met het zittende kabinet doorgaat. Ik zou zeggen, maak er eindelijk eens werk van. Laten we ook ophouden met zeuren over Omtzigt, want dat lost verder niks op. Dat is een intern probleem van het CDA, waar ze, naar ik begrepen heb, zich onchristelijk hebben uitgedrukt. Niet waar, over een zo door en door verdienstelijke figuur als Omtzigt. Wat mij natuurlijk totaal niet verbaast, want ik hang de stelling aan dat het CDA een van de meest onchristelijke partijen is waar ik ooit mee te maken heb gehad. Althans, als burger van Nederland. Het is natuurlijk gewoon een conservatieve partij. En dat blijkt uit alles. Dat is ook altijd zo geweest. Ze hebben altijd wel een enigszins sociale vleugel gehad. Daar hebben we natuurlijk al tijdenlang helemaal niets meer van gehoord. Daar is niet veel van overgebleven, mag ik aannemen. Maar ja, dus dat men daar niet zo aardig is voor elkaar, dat verbaast mij niet. Het is politiek, het gaat over macht. Dus dan is men in het algemeen niet zo bijzonder aardig. Wat mij verbaasde eigenlijk, dat het bleek ook te gaan over valse beloftes die aan Omtzigt gedaan waren. Dat hij de leider van de partij zou kunnen worden als onze minister van Volksgezondheid op zou stappen. Nou ja, dat is gebeurd en toen is het per slotverrekening Wopke geworden, die men natuurlijk in die partij zag als een betrouwbare conservatieve klant, denk ik, dan Omtzigt. Dat wil zeggen, Omtzigt is in allerlei opzichten natuurlijk een loner, een man die ik zou zeggen, karakterologisch niet bijster geschikt is om een politieke partij te leiden. Ik denk ook niet om fractieleider te worden. Misschien hebben ze dat ook in het CDA wel op deze wijze overwogen. Omtzigt is een buitengewoon verdienstelijk Kamerlid als loder, omdat hij dingen doet die anderen niet willen doen. Omdat hij niet bang is om op zichzelf iets te ondernemen, om alleen te staan. Nogmaals, het is naar mijn idee ook karakterologisch een loner. Dus ja, hij is enorm gepikeerd dat hij dus niet de opvolger van de jongen is geworden. En dat vind ik eigenlijk niet verstandig. In die zin dat ik vermoed, wel een beetje ijdel dat ik dat zo denk, dat ik vermoed dat hij geen scherpe beeld heeft van zichzelf. En dat hij toch gepikeerd is dat hij niet de leider van de partij is geworden, waarvoor hij naar mijn idee bijzonder ongeschikt zou zijn. Want? Waarom? Ik denk niet dat het iemand is die makkelijk met andere mensen samenwerkt. Omdat het een loner is. Omdat hij zijn eigen koers vaart. Omdat hij zijn eigen weg rijdt. Dat is om zich, denk ik, de voeten uit. Dat is zijn enorme verdienste. Niet waar? Maar tegelijkertijd natuurlijk ook zijn zwakheid. Het is natuurlijk niet een handig maggertje of zo. Dat is hij absoluut niet. Daarom is die ook, wordt hij door vele mensen bewonderd. Maar die eigenschappen maken hem minder geschikt, niet waar, voor een politieke leider die natuurlijk moet beschikken over een niet onaanzienlijke flexibiliteit en algemene handigheid in het persoonlijk verkeer. Overigens is Wopke ook totaal ongeschikt als partijleider, naar mijn idee. Daar hebben we het al eens eerder over gehad. Dus ik zou zeggen, het CDA zit wel vrij ernstig met de gebakken peren. Ze zullen dit probleem op moeten lossen. Ze willen natuurlijk toch graag in dat kabinet gaan zitten. Wopke wil, denk ik, tot elke prijs weer minister van Financiën worden. Al heeft hij ook niet zo erg goed opgelet als minister van Financiën, begreep ik. Maar ik vind wel, kom op jongens, doe iets aan die formatie. Hou op met dit suffige hakketak, dit hele toneelstuk van lulligheid en machteloosheid. Zet er een beetje vaart achter. Overigens, de Nederlandse economie, voor zover ik dat kan zien als ik mij op de weg begeef met de automobiel, daar is niks aan mis. Volgens mij draait de Nederlandse economie als een tierenlier, eerlijk gezegd. Dus herstelplannen moeten dan maar bijzonder gericht zijn op specifieke sectoren. Maar het is niet zo dat de Nederlandse economie op apengapen ligt. Nee, die heb ik ook niet. Na een COVID-jaar. Dus dat valt dan alweer mee. Maar goed, maak er vaart mee in Den Haag. Doe niet zo suf. Maakt toch een ontzettend suffe indruk, als ik zo vrij mag zijn. Ja. Nou ja, en hak de knoop door. He, wil je niet met links? Oké, zeg dat dan duidelijk. Ga niet liggen marchanderen en zeurpieten. He, maak een keus. Ga gewoon door met het kabinet wat er zit. Ja, dat zal de D66 niet fijn vinden. Omdat je natuurlijk met de ChristenUnie kun je medisch-ethisch geen enkele kant op. Niet waar, die bewakende de heiligheid van het leven. Wat dat dan ook precies mogen zijn. Want ja, dat blijft altijd vrij duister.
En het is een afgang dan wel voor Segers, die natuurlijk flink op de trom heeft geslagen door Rutte. Nou ja, dat, vandaar dat hij ook liever in de oppositie gaat. Ja. Kijk, voor iedereen die flink op de trom heeft geslagen in verband met Rutte, voor al die mensen is het een afgang. Dat heeft Jesse Klaver ook gedaan. Die zit er ook niet mee dat hij nu weer gewoon met Rutte wel best wil regeren. Idem dito, de Partij van de Arbeid trouwens. Dus dat wat dat betreft. Nee. Maar goed, daar hebben we het uitgebreid over gehad. Dat was niet verstandig die avond. Dat omdat men zich op sleeptouw heeft laten nemen door Geert Wilders. Ja. Even nog over Omtzigt. Want alles, laat ik zo zeggen, er zijn ingrediënten aanwezig waardoor het ook uit elkaar zou kunnen vallen. Omtzigt kan zeggen natuurlijk, hè, volgens mij is hij verantwoordelijk voor 5 zetels. Ik begreep dat Omtzigt verantwoordelijk was voor 30% van alle stemmen die het CDA gekregen heeft. Maar laat Omtzigt overigens ook, ja goed, die zit dan nu thuis, die is overspannen. Niet overspannen genoeg om een soort van omvangrijk boekwerk te schrijven, nietwaar? Een soort van oorlog en vrede in het CDA, zal ik maar zeggen. Tolstoj zou zich daar niet voor geschaamd hebben. Hè? Dus kom op, Omtzigt, ook jij moet gewoon even met de billen bloot. Wat wil je? Wil je door? Of zeg je nou, ik word toch liever commissaris van de Koningin in Overijssel, ik noem maar wat. Ja, nou ja, exact. Dus, maar jij verwacht niet dat die twee uit elkaar vallen? Wie? Omtzigt en het CDA. Nou, dat verwacht ik eerlijk gezegd wel. Mijn indruk, maar goed, dat is gewoon een beetje natte vingerwerk, is dat Omtzigt niet terugkomt. Dat is mijn indruk. Maar blijft hij wel binnen het CDA, denk je? Nou, als hij niet terugkomt, dan ik weet niet of hij zijn lidmaatschap opzegt, ja. Want dat zegt ook niet zo verschrikkelijk veel natuurlijk. Nee. Kijk, stapt hij eruit, dat zou natuurlijk wel een heel besluit zijn. Maar je kunt zeggen, nou, ik zie het helemaal niet zitten met die partij, maar ik blijf gewoon slapend lid, heet dat geloof ik, toch? Ja, dat kan. Ik zie hem niet terugkomen, daar zou ik erg verbaasd over zijn. Okay. Laat staan als fractieleider, partijleider, minister van het een of ander. Dat zie ik niet gebeuren. Nee, het is ook echt een man die geniet volgens mij van dit soort documenten maken. Dat zou kunnen. Ik heb het niet gelezen. Het schijnt wel in toto op het internet te staan. Maar ik ga geen 78 bladzijden, ja, 96 bladzijden. Het hangt denk ik een beetje van de bladspiegel af wat het precies wordt. Maar ik begreep toch. Ik dacht ook bij mezelf, oké, je hebt klachten. Er zijn rare dingen gebeurd. Dat kan ook op 5 A4'tjes.